Hallo allemaal en wat super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag met jullie een soort van get ready with me slash vlog. Want ik heb vanavond namelijk mijn diploma uitreiking. Omdat ik dus een paar weken geleden, 2 weken geleden of zo, heb te horen gekregen dat ik ben geslaagd. En ik heb dus vanavond mijn diploma uitreiking. En we gaan daarvoor uit eten en ik heb iets superleuks aan. Dus ik neem jullie gewoon helemaal mee. Dus als jullie dat alvast leuk vinden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren en laten we snel beginnen. Oké, ten eerste kun je het misschien wel zien al een beetje, maar ik heb mijn kamer veranderd. Ja, dat hoort eigenlijk niet bij dit plan, maar ik wil het jullie toch wel even laten zien. Ik heb namelijk nu hier mijn make-up ding staan. En normaal stond hier mijn bed. Het is nu trouwens een beetje rommelig, omdat ik de komende weken heel veel verjaardagen heb. Dus daarom ligt daar bijvoorbeeld een doos met cadeautjes. Daar ligt één pak papier en zo. En normaal gezien ligt deze troep op mijn bed. Maar ik heb dus hier nu mijn make-up spiegel. En hier mijn bed. En dan heb ik hier nog een tapijtje, die is nieuw. En dit ligt normaal gezien op mijn bed. Maar ja, dit is dus nu een beetje hoe het eruit ziet. Het is nu op dit moment een beetje rommelig, omdat ik dus zoals net al zei... de komende paar weken heel veel verjaardagen heb en zo. Maar ja, ik heb vanochtend al mijn benen geschoren. Omdat ik natuurlijk een jurkje aan heb. En dan wil je natuurlijk geen prikkelige benen hebben. Of ja, tenminste, kan wel, maar ik wil dat niet. En ik ga me dadelijk douchen, mijn haren wassen en zo. En ik moet mijn wenkbrauwen epileren. En ja, dat soort dingetjes eigenlijk. Ik heb net mijn wenkbrauwen geëpileerd. Ik weet niet of dat jullie echt een heel groot verschil kunnen zien. Je ziet nu vooral dat het heel rood is. Maar ik ga me dus nu douchen. Mijn haar wassen en zo. Want ik wil mijn haar niet te veel hit op gebruiken. Want ik ga het vanavond ook al krullen. En om het dan te feunen en te krullen. Ja, dus daarom dat ik me nu al ga douchen. Of ja, het valt op zich nog wel mee hoe vroeg ik me ga douchen. Dus ik ga me nu douchen. En dan... dadelijk begint pas het leuke werk, je mooi maken. Nou jongens, ik heb me net helemaal gedoucht. En ik heb me ook helemaal ingesmeerd met deze body lotion van Kiehl's. Van top tot teen. En ik ga dus nu even mijn skincare doen en mijn haarproducten in mijn haar doen. Om mijn haar te verzorgen. Als eerste doe ik op mijn huid deze... mist van de Demolutica. Oh. Zo. Alles wat ik gebruik is van Demolutica trouwens. Bedenk ik me nu pas. Dan een toner. Normaal gezien doe ik ook nog een breakout spot. Deel alleen, die ben ik kwijt. Die kan ik even niet vinden. Dus dan moet ik maar even zonder die stap. Zo, tonertje zit er ook goed in. En dan als laatste nog een dagcreme. Geen dagcreme op mijn hoofd doen, ook kan ik mijn hoofd amper bewegen. Klinkt heel overdreven, maar dat is echt zo. Als ik mijn gezicht eraf was en ik doe daarna geen crème op mijn hoofd, dan doet het gewoon pijn om mijn gezicht te bewegen. Dan voelt het gewoon alsof dat heel mijn gezicht op spanning staat. En dat het ieder moment kan scheuren. Ik probeer trouwens minder in het schermpje te kijken, maar meer in de camera. Ik weet niet of dat jullie is opgevallen. Maar ik doe mijn best. Oké, en dan haarproducten. Als eerste deze mist doe ik in mijn haar. En dan ga ik mijn haar helemaal van top tot teen borstelen. Dit is een protection spray. Dit
Het is trouwens het beste om van de onderkant van je haar naar boven te werken. Want dan doet het het minste pijn. Dat heb ik tenminste ergens een keer gelezen. En ik ga dadelijk ook even die sieraden wat ik nu om heb afdoen. Want ik doe vanavond allemaal andere sieraden aan, als ik nu om heb. Wat best speciaal is, want ik heb eigenlijk heel vaak dezelfde sieraden aan. Oké, ik ga even door met kammen. Oké, ik heb nu helemaal geborsteld en ik ga nu in de punten deze Extreme Length Leave-In Treatment doen. Dat is gewoon goed voor je haar. En dan doe ik een beetje zo van in mijn hand. Het plakt heel erg. En dan doe ik het zo in de punten. Als ik dit niet in mijn haar doe, dan merk ik echt een verschil. Dan is mijn haar echt een stuk minder zacht en zo. Nou, en dat was het alweer. En dan ga ik het nu laten opdrogen. En dan ga ik me straks echt mijn make-up doen en zo. Ik ga nu even een wierookje aansteken voor op mijn kamer. En wierook is eigenlijk gewoon een bepaald rook met een geur. En iedere geur heeft een ander effect. En die wat ik aansteek is voor rust en dat soort dingen. Dus dat ga ik eventjes aansteken. En ja! Dan is het nu eigenlijk gewoon een beetje wachten totdat ik mijn make-up kan gaan doen. Dus gewoon een beetje chillings. Kijk, zo ziet mijn kamer eruit. Dat ze dus is opgeruimd. Ja, en normaal gezien staan natuurlijk die dozen er niet. Maar dat staat er nu gewoon even. Maar ja, zo heb ik dus veel meer ruimte. En ja, ik ben er tot nu toe heel blij mee. Nou jongens, mijn haar is helemaal droog. Ik heb het met paarse shampoo gewassen. Dus het is een beetje, naar mijn idee, wat lichter. Maar het is dus helemaal droog. En ik ga het dus nu krullen. Het is inmiddels bijna 4:30. En we moeten om iets voor 6:30 vertrekken naar het restaurant. Dus ik heb nog wel tijd, maar ik vind het gewoon fijn om veel tijd te hebben. Dus ik ga nu mijn haren krullen. En daarvoor doe ik even deze kant omhoog. Oh shit. Ik hou niet van hele fijne krullen, dus ik maak altijd best wel grote krullen. Ja, dit ziet er natuurlijk echt niet uit, maar ik pak ongeveer zo'n pluk. Zo. En dan ga ik gewoon krullen, ja. Ik weet niet zo goed wat ik erover moet vertellen. En dan even wachten. Wachten. Trouwens, dat geluid dat je hoort is op de achtergrond mijn airco. Omdat ik... Ja, ik weet niet of ik de enige ben. Ik krijg het van spanning altijd heel warm. En dan heb ik het liever zeg maar te koud en te fris. Als dat ik het zeg maar het zweet me uitbreekt. Kijk, voor zulke krullen gaan we ongeveer niet te krullerig, maar wel een krul. Maar ik vind deze niet goed genoeg. Deze moet even wat langer. Dus ja, dan heb ik het liever zeg maar koud als dat ik het te warm heb. Ik hou sowieso van altijd een hele frisse kamer. Lekker koel. Ik ben trouwens wel echt blij met deze nieuwe kamerindeling. Want het zorgt er gewoon voor dat ik een stuk meer ruimte heb. En daar ben ik heel blij mee. Ja, kijk. Zulke krullen gaan we voor. Dus dat ga ik nu met mijn hele hoofd doen. Op zich vind ik dat krullen bij mij niet altijd... Het duurt niet heel lang of zo.
Ik denk dat ik in totaal 20 minuutjes bezig ben met heel mijn haar. En ik heb veel haar, dus het valt nog mee. Nou, zoals jullie zien is mijn haar zo goed als gekruld. Het is niet super heftig gekruld, maar dat wou ik ook niet. Het was ook niet de bedoeling. En ik ga nu in de punten nog deze olie doen en dan ga ik zo beginnen aan mijn make-up. Ik weet nog niet of ik echt iets speciaals ga doen met mijn make-up. Want vaak als ik dat probeer, dan is het minder mooi als dat ik gewoon normaal mijn make-up doe. Dus ik moet even kijken. Het is op dit moment echt ontzettend hard aan het regenen en we hebben voor buiten gereserveerd. Dus ik hoop dat het eigenlijk stopt met regenen. Maar ja, ik ga dus nu sowieso eerst de basis van mijn make-up doen. Dus concealer, poeder, dat soort dingen. Maar ik weet dus niet of dat ik iets speciaals ga doen. Maar dat gaan we zien. Irriteerend. Oh, met die camera. Maakt me zo zenuwachtig, hè. Oh, hou om. Nee, pas. Stop, hè. Ik weet niet of ik deze Nou, dit is dus wat ik aan heb. Dit jurkje van Walgie. Alleen, ik weet nog niet of ik deze hak aan heb, want ik vind het een beetje overdreven. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Nou, ja. Jongens. Ik zit nu in de auto onderweg naar het restaurant, maar ik weet nog niet zo goed wat ik van mijn haar vind. Maar ik mag het van mama niet losmaken, want dan krijg ik geen eten meer. Nee, krijg je niets meer. En ik heb toch sneakers aangedaan, omdat ik heb gezien wat andere mensen aan hebben. Dus ik wou niet te overdreven zijn. Maar ja, ik heb dus nu dit aan. En ik moet wel een beetje opletten op mijn inkeek. Want ja, mijn docenten die zullen wel denken, zo. Dit is ook mooi, ja, maar je ja, maar mama kan het kijken, dat zag ik. Kan je stoppen met filmen? Je bent echt vervelend. Eeuw. Woe. Emma, bij jou kan ik verschillende dingetjes zeggen, maar ik zal het niet eraan houden. Nee. Want Emma hoor je altijd in de klas. Niet alleen in de klas, Emma is altijd waar het gezellig is tijdens Emma. En op school, in de klas, tijdens het PLT-uur, waren er af en toe wat dingetjes waar de klas even over wilde klagen bij mij, of even een ding kwijt wilde bij mij. En als ik dan tegen de klas zei, vertel eens waar je last van hebt, deel nou eens wat je vindt, dan bleef heel de klas stil, behalve Emma. Emma die durfde altijd te zeggen waar het op stond, en die vond ook dat het gewoon door iedereen gedaan moest worden. Dan zei ze wel, ja, dan ben ik wel degene die het zegt, maar we vinden het allemaal. Kan Emma niet al gewoon doorgaan aan de volgende opleiding? Want Emma dacht, sorry, wel, dat is echt niks voor mij. Ik zit hier maar mijn tijd uit, want ik wil door. Want Emma is al lang bezig met haar toekomst. En ik kan nu eindelijk dat stapje gaan zetten waar ze zo lang naar uitkijkt. Emma gaat naar haar teugelopleiding op het Riesa-college. Heel veel succes! Hallo allemaal! Jullie hebben gisteren de beelden kunnen zien van mijn diploma-uitreiking. En ik heb het gisteren oprecht echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond het een hele leuke laatste dag en laatste moment om iedereen te zien. En ja, zelfs ik heb moeten huilen, dus dat zegt wel genoeg. Want ik had het helemaal niet zo naar mijn zin altijd op die school. En zelfs ik moest huilen, dus dat zegt het wel genoeg. Nee, maar ik vond het super leuk. Het eten was gisteravond ook echt heel lekker. En ja, gewoon de dingen die zijn gezegd waren gewoon altijd heel lief en zo. En ja, ik ben heel blij met hoe de diploma-uitreiking is en was gegaan. Dus ik hoop dat jullie natuurlijk ook een superleuke video vonden. En ik weet dat jullie willen dat ik vaker video's maak. Maar ik denk dat dat volgend jaar als ik aan mijn nieuwe opleiding ga beginnen, dat dat ook zeker wel goed komt. Want dan heb ik ook heel veel leuke dingen om te filmen. Dus het komt zeker allemaal helemaal goed. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als jullie dit een leuke video vonden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. En dan zie ik jullie weer tot de volgende video. Veel kusjes van mij. Doei!